Dames en heren, welkom in Rotterdam bij Libertas Advocaten. Mijn naam is Paul Verloop en ik mag u vandaag meenemen in een arrest van de Hoge Raad van 29 april 2008. ECLI 2008-BD0544. Dat ga ik doen door met u de casus te bespreken en dan vervolgens uit te komen bij de onderliggende rechtsvraag en daar wat algemene opmerkingen over te maken. We gaan het hebben over schuld in de zin van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994. Maar eerst maar eens naar de casus zelf. Wat is er gebeurd? Aan de verdachte wordt verweten dat er een verkeersongeval heeft plaatsgevonden waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel is toegebracht. Immers, het ging om een motorrijder, het slachtoffer, die een breuk van het bekken, een breuk van het hielbeen, een gebroken vinger en twee gebroken ribben aan een verkeersongeval heeft overgehouden. Wat is er gebeurd? Het is een beetje een Rotterdamse casus, want het speelt hier niet zo heel ver vandaan. Aan de Groene Kruisweg. Daar was destijds een tankstation gelegen. Dat is er volgens mij nog steeds. 9 april 2005. De verdachte is naar dat tankstation geweest met zijn auto. Die heeft daar getankt. Die rijdt vervolgens vanuit het tankstation weer de Groene Kruisweg op. Bij het oprijden van de Groene Kruisweg, die in 2005 nog ter plaatse bestond uit twee rijstroken. Inmiddels is de middenberm afgeschermd voor de veiligheid. De verdachte die rijdt de weg op en die ziet er daarbij de motorrijder over het hoofd. De motorrijder die probeert dan nog uit te wijken. Die raakt in een slip, komt tegen de auto van de verdachte aan en schuift dan door naar de weghelft voor het tegemoetkomend verkeer. En wordt daar overreden door een aankomende personenauto. Afschuwelijke casus uiteraard. En de motorrijder mag van geluk spreken dat hij er met alleen maar lichamelijk letsel van afkomt, maar dat hij het wel overleeft. De verdachte wordt daarover gehoord. En de verdachte die verklaart daarover het volgende. Die zegt, ik was bij dat tankstation en op het moment dat ik ter hoogte van de afrit van het tankstation reed, remde ik met mijn auto af tot bijna stilstand. En keek ik over mijn linkerschouder om te kijken of er verkeer naderde. Ik had vrij zicht over de gehele weg. Niets heeft mijn zicht belemmerd. Ik weet dat het een voorrangsweg is en dat ik naderend verkeer moet laten voorgaan. De verdachte ziet kennelijk niks, trekt op en dan hoort hij plotsklaps iets remmen. Ziet dat er een motorrijder een slingerende beweging maakt en ziet dat die motorrijder de auto raakt, ten val komt en op de andere weghelft terechtkomt. Op zitting blijft de verdachte bij die verklaring. Die zegt, ja, ik zag niks en ben toen stapvoets de weg opgereden. Reed toen nog heel langzaam. Ik was van overtuigd dat de weg vrij was. En de motorrijder wordt natuurlijk ook gehoord. En die zegt, ik zag dat er een auto stond te wachten om in te voegen. En vlak voordat ik bij die auto was, toen voegde die opeens in. En ik kon hem dus niet meer ontwijken. En botsing was onvermijdelijk. En de vraag die zich dan natuurlijk voordoet is, heeft de verdachte hier aanmerkelijk onoplettend of met de aanmerkelijke verwaarlozing van deze geboden voorzichtigheid gereden, waardoor een verkeersongeval heeft plaatsgevonden, waardoor ernstig letsel is ontstaan bij een ander. Want wat kunnen we de verdachte nou eigenlijk in deze zaak verwijten? Dat hij de motorrijder niet heeft gezien, of zegt de motorrijder niet te hebben gezien. En u weet dat uit de algemene overwegingen van de Hoge Raad ten aanzien van verkeersongevallen, ten aanzien van artikel 6 EVRM, steeds het volgende geldt. Ik citeer dan maar de Hoge Raad. Vooropgesteld moet worden, zo zegt de Hoge Raad, dat in cassatie slechts kan worden onderzocht of de schuld aan het verkeersongeval in de zin van artikel 6 Wegenverkeerswet in het onderhavige geval het bewezen verklaarde aanmerkelijk onoplettend en met aanmerkelijke verwaarlozing van deze geboden voorzichtigheid rijden uit de door het Hof gebezigde bewijsmiddelen kan worden afgeleid. Daarbij komt het aan op het geheel van de gedragingen van de verdachte, de aard en de ernst daarvan en de overige omstandigheden van het geval. Voorts verdient opmerking dat niet reeds uit de ernst van de gevolgen van verkeersgedrag dat in strijd is met één of meer wettelijke gedragsregels in het verkeer, kan worden afgeleid dat sprake is van schuld in voren bedoelde zin. Belangrijk daarbij ook dat de ernst van de gevolgen geen enkele rol speelt bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet of sprake is van schuld in de zin van die bepaling. De ernst van de gevolgen speelt daarbij geen enkele rol. Het gaat echt om de aard en ernst van de gedragingen van de verdachte en de overige omstandigheden van het geval.
Terug naar het oordeel over de casus. Wat betreft het rijgedrag van de verdachte, zo overweegt de Hoge Raad, heeft het Hof het volgende vastgesteld. De verdachte was zich ervan bewust dat hij vanaf het terrein van het tankstation een voorrangsweg opreed. Hij heeft zijn auto voor de haaientanden tot bijna stilstand gebracht. Heeft vervolgens over zijn linkerschouder gekeken om na te gaan of een verkeer naderde. Heeft geen naderend verkeer gezien en is vervolgens de voorrangsweg opgereden. Anders dan het Hof heeft geoordeeld, kan uit de enkele omstandigheid dat de verdachte toen hij zich vergewiste van mogelijk naderend verkeer de motorrijder aan wie hij voorrang diende te verlenen niet heeft gezien, hoewel deze voor hem wel zichtbaar moet zijn geweest, niet volgen dat de verdachte aanmerkelijk onoplettend en met aanmerkelijke verwaarlozing van deze geboden zorgvuldigheid heeft gereden. De bewezen verklaring, zo overweegt de Hoge Raad, is niet naar de eis der wet met reden ontleed. En dat zien we wat mij betreft in verkeerszaken toch met enige regelmaat. Het is ook niet onlogisch, zeg ik er meteen maar bij, dat het Openbaar Ministerie de neiging heeft al snel te vervolgen voor een overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet als er sprake is van een dodelijk slachtoffer of van een slachtoffer dat ernstig gewond is geraakt bij een verkeersongeval. Zeker niet als subsidiair de overtreding van artikel 5 van de Wegenverkeerswet het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg ten laste wordt gelegd. Het geeft immers ook de mogelijkheid, de telastenlegging met artikel 6 van de Wegenverkeerswet, voor de nabestaanden om als spreekgerechtigde een verklaring af te leggen op de zitting. Maar het is aan de andere kant ook zo dat de ernst van het ongeval geen enkele rol speelt voor de beoordeling van de vraag of sprake kan zijn van schuld in de zin van artikel 6 Wegenverkeerswet. En in die zin is het natuurlijk misschien wel een beetje gek dat het Openbaar Ministerie zo sterk de neiging heeft om dan toch maar artikel 6 te lasten te leggen. Wat daarbij natuurlijk ook van belang is dat kennelijk de vaststelling van de feiten omtrent het verkeersgedrag van de verdachte van enorm groot belang is bij de vraag of sprake is van aanmerkelijke onoplettendheid, onvoorzichtigheid of aanmerkelijke verwaarlozing van de geboden voorzichtigheid in de zin van artikel 6 Wegenverkeerswet. Daar valt dus ook goed verweer op te voeren. Zeker omdat bij heel veel onderzoeken naar verkeersongevallen getuigen nou niet per se de meest betrouwbare getuigen zijn. Het is immers voor een getuige eigenlijk niet zo goed vast te stellen met welke snelheid er nou door een verdachte is gereden. Het is ook niet zo heel erg onaannemelijk dat een getuige die zich bewust is van de ernst van de gevolgen van het ongeval misschien wel het daaraan voorafgaande gegaan een gedrag op een, laat maar zeggen, wat zwaardere manier interpreteert dan misschien wel het geval zou zijn geweest als dat ongeval niet zou hebben plaatsgevonden. Dus het is zaak voor de verdediging bij de vervolging van verkeersmisdrijven om nog eens heel goed te kijken naar wat er nou kan worden vastgesteld omtrent de gedragingen van de verdachte, omdat het uiteindelijk, blijf het zeggen, niet gaat om de ernst van de gevolgen van het ongeval, maar om de aard en de ernst van de gedragingen van de verdachte en de omstandigheden van het geval. Wat zag de verdachte? Wat kan die gezien hebben? Met welke snelheid heeft hij gereden? Wat kan daarover worden vastgesteld? En altijd een belangrijk punt wat mij betreft. Zou de verdachte, zou het ongeval daar ook zijn ontstaan? Bijvoorbeeld in die gevallen waarin sprake is van overschrijding van de maximumsnelheid. Zou het ongeval daar ook hebben kunnen ontstaan op het moment dat de verdachte heeft gereden met de toegestane maximumsnelheid? En is de overschrijding dan eigenlijk wel te brengen in een kausaal verband tot het verkeersongeval? Allemaal interessante vragen als het gaat over verweren bij de vervolging van verkeersmisdrijven en schuld in de zin van artikel 6 Wegenverkeerswet. Dank u wel voor uw aandacht.